50 meter nog. En de start is gevallen. Paarden zijn onderweg en daar komen ze aan u voorbij. Ze hebben nog twee ronden te gaan en de leiding is voor Koemlau de Nieuwpoort aan de buitenzijde. Tweede spoor is voor de 5 Chubby Bobber. Gaat wat krap de eerste bocht in, maar het gaat wel allemaal goed. En zo gaan de paarden de eerste bocht door. En aan de relingzijde is Casanova heel snel begonnen. Casanova houdt het voorbeen ertussen. Die gaat als eerste de bocht. Casanova, die is als eerste de bocht door. Oeh, en daar gaat iemand van de benen. Het wiel is daar kapot van paard nummer 6. Dat is Blackie Blue. Dat wiel staat dwars op de baan, dan ga je niet zo hard meer. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Blackie Blue is dus ook uit de strijd. Twee paarden zijn we kwijt, de andere acht doen nog mee. Aan de relingzijde Casanova, maar die staat onder druk. Aan de buitenzijde van de nummer 5, Chubby Bobber met Anne Roos van Ravenswaai. Anne Roos wil de leiding graag overnemen, maar voorlopig lukt dat niet. En zo gaan de paarden de bocht in. Brixton, de favoriet, die verliest het contact met het veld. Het gaat hard in de eerste fase. En zo gaan de paarden de bocht door. De tweede bocht alweer. En zoals ze straks voor de tribune komen, hebben ze nog maar één ronde te gaan. En dan is de Peer de Pieter koers alweer voorbij. Aan de buitenzijde Chubby Bobber. Chubby Bobber, aan de relingzijde Casanova. En daarachter Koemlau de Nieuwpoort. Dat zijn de eerste drie. Salvador Spendik ligt daar ook vlakbij. En zo komen ze voor de tribune langs. Nu is een voordeel voor Chubby Bobber en Anne Roos van Ravenswaai. Maar ze moet hier over een ronde ook nog liggen. Dan zou ze de koers gewonnen hebben. Zo gaan ze de laatste ronde in. En het is Chubby Bobber die leidt. Salvador Spendik ligt tweede. Casanova derde. Koemlau de Nieuwpoort vierde. Vijfde plaats is voor de negen. En voor Nieuw Transair. Zo gaan ze de bocht door. Op de zesde plaats daarachter Jack Boko. En Brixton probeert weer aan te sluiten. Gaat ook lukken. Brixton komt weer terug bij het veld, de favoriet. Maar die moet al die paarden dan nog voorbij. En zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. Leiding is in handen van de nummer 5, Chubby Bobber. Chubby Bobber leidt. Aan de buitenzijde Salvador Spendik. Aan de relingzijde Casanova. Daarachter Koemlau de Nieuwpoort. En Brixton is bij het veld. En Brixton gaat gelijk het hele veld voorbij. Zou een droomscenario zijn. Los liggen van het veld en dan nog winnen. Het zou zomaar kunnen. Ze gaan op weg naar de laatste bocht. En Chubby Bobber leidt nog altijd. Chubby Bobber, Koemlau de Nieuwpoort nu in de achtervolging. De 7 met Jorien Walraven. En die gaat heel hard aan de buitenzijde. Jorien aan de buitenzijde neemt nu zelfs voordeel. En waar doet ze dat? Dat doet ze halverwege de laatste bocht. En het is aan de buitenzijde Jorien Walraven met Koemlau de Nieuwpoort. Die heeft voorsprong genomen. Die pakt 1 lengte. Die pakt 2 lengte. Chubby Bobber aan de binnenzijde komt nog wel weer terug. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Helemaal aan de buitenzijde komt ook Brixton. Maar het is Koemlau de Nieuwpoort. En ze gaat hem winnen. Kan niet meer mis. Jorien Walraven, als ze het niet raar doet, gaat ze hem winnen. Geef er een applaus. Jorien Walraven wordt de Peer de Petra van 2015. Jorien Walraven wint de 7 Koemlau de Nieuwpoort. Tweede de 10 Jack Boko. Derde de 4 Brixton. En de vierde plaats voor de 5 Chubby Bobber.